Moet Lottie. en ik wist niet waar ik het had. Ja, ook in de astronomie komt er een corona voor. Maar daarover ga ik het niet hebben met Sabine. Maar wel over de zon, natuurlijk. Hè. Is ze er? Gaat ze komen deze week? Ja, ze gaat deze week af en toe. Ah. Ja, dat wel. Uh, maar ja, op dit moment niet. Het uh, is, is uh, geen hoofdvlieger, denk ik. Nee. Het is vooral grijs. En uh, ja, er vallen, er, af en toe, er vallen af en toe buien. En, uh, of periodes met regen. En dat gaat ook vanamiddag nog het geval zijn. Dus het gaat uh, grotendeels bewolkt blijven. Met af en toe een beetje nattigheid. Uh, er kan ook een donderslag bij horen, zelfs. Of wat korrelhagels. Ja, maartse buien. En uh, tegen het einde van de namiddag dan toch nog. Uh, vooral voor voor het uiterste westen van het land We komen er opklaringen. Daar wordt het dan droger, en dan krijgen ze daar toch nog uh, voor het donker wordt wat opklaringen. Temperaturen, 4 graden in hoog België tot 10 graden voor het westen van het land. Dus uh, die temperaturen vallen best mee. Normaal mogen we nu zo'n graad of 8 verwachten. Okay. Dus we staan er toch een beetje boven bij een zwak tot matige wind uit zuid tot zuidwest. Later draait hij naar west-noordwest. En dan uh, gaat de luchtdruk wat stijgen volgende nacht. En dat betekent dat de buien gaan verdwijnen. Dus in het centrum en het oosten van het land vooral zijn er eerst nog een aantal buien. In de Ardennen kunnen dat ook uh, buien zijn met wat smeltende sneeuw. En dan uh, na middernacht trekken die buien weg richting Duitsland. Klaart de top vanaf het westen, en wordt het koud. Temperaturen rond en onder het vriespunt, van uh, min 3 tot plus 1 graad. En dan uh, plus 2 graden voor, uh, voor de kuststreek. Dus oppassen voor rijm- of ijsplekken. Dus lokaal kan het glad zijn op de weg. Een beetje voorzichtig wezen ook morgen de eerste uren van de dag. En uh, veel lage wolken komen er ook nog voor het zuiden van het land. En dan morgen starten we met, met zonneschijn, met brede opklaringen, zelfs voor lage in midden België. Het zuiden van het land, ja, die zitten dan in die lage wolken. En dan in de loop van de dag wordt het wisselvalliger... Er kunnen een paar buien vallen. En alweer, ja, een beetje typische Maartse buien. Er kan een donderslag bij zitten. Een beetje korrelhagel, wat winterse neerslag voor de Ardennen. En dan 2 tot 8 graden, wat normale temperaturen zijn voor de tijd van het jaar. En dan de nacht daarop, mogelijk eerst nog een aantal winterse buien of gewone buien, regenbuien. En daarna komen er opklaringen, brede opklaringen, droog weer. Um, kans op gladheid, vooral langs de grens met Frankrijk en voor de Ardennen, want daar gaat het lichtjes vriezen. En dan voor lagen Midden-België lichtjes, lichtjes positieve temperaturen van plus 1 tot plus 3 of plus 4 graden. Mm. Woensdag uh, wordt een vrij aardige dag, denk ik. Misschien wel de, 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 de mooiste in het rijtje met, uh, met zonneschijn. Na de middag misschien lokaal een bui, maar op de meeste plaatsen gaat het droog blijven. En opnieuw 3 tot 8 of 9 graden. En dan tegen donderdag ja, zien we een depressie boven onze streken. Uh, nu qua wind gaat het wel, wel meevallen waarschijnlijk, omdat die kern over onze streken trekt. En, uh, het gaat meestal matig waaien, waarschijnlijk aan de kust iets harder, vrij krachtig tot krachtig. En dan uh, verwachten we veel wolken per. Met regen of motregen en misschien ook een beetje smeltende sneeuw in de Ardennen. Okay. Vrijdag zijn er uh, al gauw veel wolken, dus misschien de eerste uren nog een klein streepje zon, niet te veel. Al snel wolken en dan opnieuw kans op wat lichtgedruppel, niet veel. Veel gaat het niet voorstellen, maar het gaat toch gewoon overwegend sombere dag worden, vrees ik. Drie tot acht graden. En dan in het weekend houden we het bij grotendeels droog weer. Wel redelijk veel wolken. Uh, af en toe een opklaring. Enkele opklaringen op zaterdag. Enkele op, enkele op zondag, denken we toch ook wel. En uh, zondag wordt het ook zachter. Dan gaan okay. we naar elf of twaalf graden. Zaterdag houden we het nog bij acht graden. Het wordt zon... Ik heb het niet echt heel veel horen vallen voor deze week. Ja, de, de af en toe. <laughs> Tussendoor. Tussendoor. <laughs>